kwamen maar heel weinig mensen. En dat was voor ons een ramp, zou je kunnen zeggen. De lockdown heeft er bij het Corrie ten Boomhuis aardig ingehakt. Toen het museum de deuren weer moest sluiten en faillissement in de lucht hing, zag directeur Frits Nielstraat er maar één uitweg. We hebben een brief gestuurd aan ruim 6000 mensen. Echt een noodkreet. Het stond al op de envelop zelfs van een noodkreet uit het Corrie ten Boomhuis. En dat sloeg in als een bom bij mensen. Met de brieven die gestuurd zijn naar bezoekers wordt een bedrag van 65.000 euro opgehaald. En hiermee kan het museum open blijven. Want als we dat niet gedaan hadden, zouden we, we zouden nog 3 maanden in die lockdown zitten. Dan waren we failliet, zou je kunnen zeggen. En dat zou volgens Nielstraat maar wat zonde zijn voor de stad. Voor de gemeente Haarlem, voor de stad Haarlem, is dit museum belangrijk. Het is wereldberoemd. We krijgen hier bezoekers all over the world. Dit is de wereldberoemde schouwplaats. Het is heel fijn als je merkt dat datgene wat je hier doet, de missie die we willen uitdragen, dat het zo enorm gesteund wordt door je achterban.